die tussen Kjeld Nuis, zijn ploeggenoot, en Dennis Yuskov. De drievoudig wereldkampioen op deze afstand. Hij is de topfavoriet. Nuis was dit seizoen de best. Mark Tuitert en Henk Ritsma zeiden het net al. Dit wordt een race van de tactiek. Hoe gaat het op die kruisingen? Vorige week in Berlijn reden ze ook tegen elkaar. En toen opende Nuis betrekkelijk voorzichtig. In 24-0 en Yuskov in 24-1. Een grote zucht van Kjeld Nuis voor de start. Er is een last van hem afgevallen hier op dit WK in Korea. Met de wereldtitel op de kilometer. Bevrijd. Eindelijk binnen. Schreef hij zelf ook. Kan je die scherpte weer terugvinden. Yuskov heel lange warming-up gedaan vanmiddag. Komt dicht bij Nuis bij de 300 meter. De opening is voor Nuis. 23-6. Beide mannen dus sneller dan... Twee weken geleden in Berlijn, dus ook tegen elkaar reden. Yuskov waait hard uit. Nuis daar naartoe. Ja, die moet hard onderdoor komen nu. Die moet wegrijden. Gebruikt Yuskov. Kijk naar de snelheid. Yuskov rijdt nu sneller. Nu weg zijn. Maar Nuis, ja, Nuis is al ver weg. 700 meter, 25-5 voor Nuis. Anderhalve seconde sneller dan Kramer. Maar de sterke ronde van Kramer waren het slot. Over het algemeen komt Yuskov nu. Met die grote zware klappen. Nuis beweegt nog lekker. Nuis beweegt goed. Heeft nu 2 seconden. Komt perfect uit. Heeft 2 seconden op Sven Kramer. Dat is de marge. Hij breekt Yuskov. Hij breekt Yuskov hoor. Dat deed hij ook al in Berlijn. Nu moet hij wegblijven. 1100 meter. 2,2 de voorsprong op Kramer. Wat een tussenronde. Geweldig gedaan door Kjeld Nuis. Ontketend. Nu volhouden. Yuskov. Komt naar buiten. Ja, de laatste binnenbocht voor Nuis. Blijven bewegen. 1,7 seconden heeft hij nog voor op Kramer. Daar komt Kjeld Nuis op weg naar de wereldtitel. Hij verslaat Kramer. Hij verslaat Yuskov. Hij is de nummer 1 op de 1500 meter. Met 1:44.36. De kampioen buigt voor de anderen. Geen nieuwe wereldtitel voor Yuskov. Nee, het lijkt Kjeld Nuis te gaan worden. Met nog 1 rit te gaan. Pakt hij de dubbel. De 1000 en de 1500 meter. Sowieso een medaille. Maar wie komt er aan die 1:44.36? Het is razendsnel. Het is de 5e tijd ooit gereden op zeeniveau. Yuskov op 3/10. En 1,1 seconde verder Sven Kramer. Kramer dus niet 3 keer kampioen. Nuis kan zijn 2e pakken. Schaats het WK van zijn leven. En dan kan Kjeld Nuis weer juichen. Kan Ori juichen. En is hier Kjeld Nuis de tweevoudig wereldkampioen. Ja. Een jaar voor de Spelen gooit hij het juk van zich af. Is hij niet meer de man van net niet, maar de man van helemaal. Kjeld Nuis, wereldkampioen op de 1500 meter. En dat is de eerste wereldkampioen op deze afstand sinds 2003. Hij zit achter ons, Erben Wennemars. Hij was de laatste. Nu is het Kjeld Nuis. Daar staat hij te lachen. Kjeld Nuis. Eindelijk staat hij tussen de grote namen. Alle gemiste kansen vergeten. Wereldkampioen op de 1500 meter nu. Wereldkampioen op de kilometer. Nuis is de man. En staat in een heel bijzonder rijtje. 2 keer eerder is op een wereldkampioenschap schaatsen de dubbel gewonnen. De 1000 meter en de 1500 meter. In 2003 was dat Erben Wennemars. In 2007 Shawnee Davis. Dat zijn de mannen waar hij zich nu mee kan vergelijken. Op de Olympische Spelen is dat pas 2 keer voorgekomen ook. In 84 Boucher en in 1980 Eric Heiden. Hij heeft de mentale kracht gevonden. Thuis als vader de balans als topsporter gevonden. En nu staat hij op de hoogste trede van het podium. Eindelijk. Dit is het weekend van Nuis en niet het weekend van Yuskov. Die voor het eerst in 4 WK's nu moet buigen. 3 wereldtitels, nu zilver.
enige gevaarlijke voor Nuis is dat de wereldkampioen op de 1500 meter nog nooit Olympisch kampioen is geworden het jaar daarna. Maar dat zijn zorgen voor later. Juskov dus met het zilver. In die prachtige rit tegen Kjeld Nuis. Die finisht in 1.44.36. En daar op een trede op het podium die hij op een WK nog niet eerder heeft gezien. Het brons is voor Sven Kramer. Omhangen door Jan Dijkema, de Nederlandse voorzitter van de Internationale Schaatsbond. En Kramer bestudeert hem eens goed. Zo ziet dat eruit. WK-brons. Na een geweldige 10 kilometer. Die strijd tegen Bergsma. Na de 5 kilometer waarop hij herenmeester is. Nu ook de 1500 meter weer toegevoegd aan zijn repertoire. Hij is de nummer 3 van de wereld. Hij ziet zijn ploeggenoot nu klaarstaan voor het volkslied. Het Wilhelmus opnieuw in het mannentoernooi. Maar nu voor Kjeld Nuis. Kjeld Nuis, de wereldkampioen op de 1500 meter. Hij verslaat Juskov in een prachtig duel